Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We gaan vandaag, even kijken, ja, het is groen. We gaan de gate uit, we zijn het bureau uit, want ik heb vandaag weer, die kennen jullie, ja, zouden die ook kennen eigenlijk al? Tuurlijk, we hebben nog nooit eerder een vlog opgenomen geloof ik. Eén keertje eerder, met die race tegen kindermishandeling. Ja. Ja, dat was in de begintijd, maar ik heb met Danielle samengewerkt in Almere. Lang geleden en uiteindelijk ben ik daar weggegaan en nu is hij ook weggegaan, want je bent hier jeugdagent geworden. 43 geleden, deed hier. Dat klopt. Wij zijn 89. Even luisteren. Goedemiddag, prettige dienst. Oké, okay. Maar we gaan vandaag een dienstje draaien in jouw werkgebied. Het gebied kennen ze al, Utrecht Centrum, maar wat doe je precies? Wat is jouw functie? Nou, ik ben jeugdagent hier in de binnenstad Noordoost en Oost. Dat is zeg maar Utrecht Centrum. Mm-hmm. En eigenlijk alles wat van 0 tot en met 23 waar je aan kan denken qua jeugd, daar word ik op ingezet. Dus bijvoorbeeld kluiscontroles in verband met vuurwerk. Yeah. Pestgedrag op scholen, steekpartijen om die te voorkomen. Eigenlijk ben ik nu bezig om te kijken of ik daar het school mee kan benaderen. Om te kijken of we dan het wapenbezit eruit kunnen halen. Verder presentaties geven, voorlichtingen. Bij huiselijk geweld bijvoorbeeld een adresje bezoeken om te kijken van joh, hoe kan het daar eigenlijk, wat er nou gebeurt. Mm-hmm. En ik coach sommige jongeren die vastlopen, die zichzelf snijden of die geen ouders meer hebben, die uit huis worden geplaatst. En, een groot taakpakket zo. Ja, eigenlijk is superveel. Alleen het is natuurlijk wel heel tof, omdat ik vind met jongerenwerk is gewoon tof, omdat je dan, de jeugd heeft een soort van toekomst, maar die kan je nog sturen, zeg maar, op een positieve manier. Ja, nog, en vaak als je al ouder bent, dan zitten de patronen er al zo in vastgeroest, zeg maar, dat je er eigenlijk steeds minder mee kan. Ik heb wel eens gehoord, ik weet niet of het waar is, dat 30, als je ongeveer onder de 30 bent, kun je je gewoontes nog veranderen. En daarboven zit gewoontes in een mens, dus het is bijna niet meer te veranderen, toch? Is dat een ander? Ja, ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. Je kunt het wel veranderen, maar wordt het lastiger of zo. Ja, het wordt sowieso lastiger, want als jij 30 jaar een soort van geprogrammeerd bent, dan is het natuurlijk super moeilijk om dat te veranderen. Maar ik denk wel dat het een uitdaging is. Ja, voor mezelf in ieder geval wel. Ik leer echt veel van de jeugd. En het is ook tof dat ze gewoon altijd eerlijk zijn. Weet je, ze spreken je altijd aan op je gedrag. En ze zijn eigenlijk een soort van spiegel. En ik merk gewoon volwassenen die zijn daarin vaak veel meer bezig met hun omweg. Ja. En de jeugd, ja, je krijgt gewoon echt wat je geeft eigenlijk ook. Nee. Ja. Hey, maar je zei net, bij de wet ben je jeugdig tot je 18, zeg maar jij zegt tot de 23ste. Ja. Valt het dan onder jou als het problematiek is? Waarom is dat tot 23 dan? Of is dat gewoon... Omdat je hebt natuurlijk ook wel veel jongeren bijvoorbeeld met een beperking. En 18 ben je eigenlijk ook nog net aan. Eigenlijk nog een beetje te jong. Ja. Je bent wel 18 en het is wel tof, je kan je rijbewijs halen. Maar eigenlijk leer je dan pas net op je benen staan. Hmm. En voor die jongeren, als ze bijvoorbeeld samen delicten plegen, dan doen ze dat ook nog wel vaak met minderjarigen. Yes, en bijvoorbeeld jeugdgroepen, ja, die variëren natuurlijk wel. Soms van 15 tot en met 20, maar soms vallen ze ook nog net daarbuiten. En die pak ik er gewoon bij. Oké. Okay. Ja. Hey, dus het is niet alleen maar, als ik het een beetje uit je verhaal hoor en samenvat. Het is niet alleen het contact met de jongeren op het moment dat ze criminaliteit begaan, maar ook als ze bijvoorbeeld andere problemen hebben en op voorhand al, toch? Ja, het liefste, het mooiste zou zijn als we preventief aanwezig kunnen zijn. Ik vind het het tofste als je in mijn gebied, stel je voor, er gebeurt wel, dat ik dan op voorhand al weet van hé, wie zijn dit, ik heb met hun contact gemaakt, ik weet wat voor scholen ze zitten. Alleen het maakt, ja, voor mijn gebied vind ik het ook wel heel lastig, omdat ik heb bijvoorbeeld ook veel jongeren die hier dan wel op school zitten, maar die wonen dan bijvoorbeeld in Overvecht of in Kanaleiland. Ja, zo, ja. En dan wordt het gebied gewoon heel groot van, dus ja, ik heb gewoon, ik moet gewoon een heel groot netwerk opbouwen. Uh-huh. En ook met de jongerenwerkers onder andere bijvoorbeeld in Zuid, Noord en West. Het is niet dat ik één gebiedje heb, weet je, ik heb best wel een groot gebied. Ja. En normaal heeft één wijkagent, die heeft dan een gebied en die kan eigenlijk dat hele gebied op inzoomen. En ik moet ook daarin alle wijkagenten opzoeken, alle jongerenwerkers, maar ook alle jeugd. Dus ja, ik heb nog wel wat te doen. Ja. Op partners ook zo. Zeker weten. Ik denk dat we straks in de video, want het is nu al heel veel informatie, kunnen we daar nog wel zeker op terugkomen. Waar gaan we nu als eerst heen? Want we hadden net een soort klein klusje, toch? Een overlastplek, ja. Of is dat best meer later in de avond? Nee, ja, het is sowieso meestal in de avond, maar het is wel goed om in ieder geval ook in de wijk te laten zien dat we aanwezig zijn en dat we in ieder geval oog ervoor hebben. Ja, ik ben uiteindelijk ook voor de burger, dat zij zich in ieder geval veilig voelen en ik vind het gewoon goed om vandaag in ieder geval wat aandacht te geven aan de jeugdplekken, om in contact te komen en om kennis te maken met de jongeren die we nog niet kennen. Nou, we hebben één voordeel, ik ken gelukkig Utrecht stad redelijk op een duimpje, dus de eerste plek weet ik uit mijn hoofd zo te vinden. Dan gaan we eerst eventjes heen en gaan de weg. En als er hele spannende meldingen zijn, hebben we er wel mee. Ja, gaan we sowieso mee rijden. Ik denk dat we veel jeugdoverlast dingetjes doen. Ja. Meldingen en politie. Nou goed, we gaan onderweg. Ja, toch?
Dus ik ga er in ieder geval een foto van maken dat aangeeft bij de gemeente. Ja. Alleen het komt echt specifiek uit die wijk, dus het is een soort van doorlooproute. Ja, mensen die honden uitlaten. Ja, maar ook gewoon de woningen eromheen, zeg maar, waar gewoon mensen echt worden lastiggevallen. En die zijn er een beetje zat van, wat ik overigens wel begrijp. Ja. Dus we hopen in ieder geval, het ziet er in ieder geval echt niet uit. Het is echt één grote rotzooi daar. Er liggen heel veel spullen. De prullenbak zit helemaal vol. Dus ik ga de gemeente in ieder geval even meegeven dat ze in ieder geval ook een mogelijkheid daartoe bieden. Een beetje 10 tot 15 jongens hebben zich daar verzameld. Ze hebben een skatebaan gemaakt van de straatmeubilair, van de trap af aan het skaten tegen muurtjes. Ook indruk voor het verkeer en veroorzaakt een enorme overlast. Ja, dat is gevangen, maar gewoon weg. Jullie zouden een skatebaan gebouwd hebben, maar ik zie niet heel veel. Skatebaan gebouwd? Ja, het Mel zegt er is een skatebaan gebouwd, allemaal straatmeubilair, maar... Oh, dat valt hartstikke mee hoor. Goedemiddag. Spreek je Nederlands? Engels. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag, good morning, mag ik zeggen. Do you have a driving license or an ID card with you? Can I ask what are you doing here? We are begging, sir. What? We are begging. Begging? And we're sleeping in the car. Oh, really? You're sleeping in the car? Yes. You live in the car also, or yes. Just only... We're living in the car, we're sleeping in the car. The so, the police has checked you many times already, or not? Oh, yes. Yeah? Oh, okay. Hey, yes. We zijn alle drie inderdaad bekend met Bela's APV-bekeuring gehad. Ja, nu hebben we niks auto's nodig. Thank you very much. Thank you very much. See you later. Bye bye. Bye. Die proberen het verkeersbord uit de grond te trekken. U staat nu schuin, probeer er ook nog in te klimmen. Hij is verder gelopen. Dat we op 250 richting centrum loopt, die meneer Capuchon, de jas, trui, kleur zwart, spijkerbroek, zwarte schoenen. Kunt u me even wel even ontscheppen af? Ja, tuurlijk. Ja, gaan we proberen. Onderweg. Nou, ik meld ze er even in. Ja, oh wacht. Hallo. Ja, dat is correct. We staan met de melden. Ik heb een of andere paal uit de grond te trekken. Buiten op straat. Je hebt zo erg of zo? Nee, weet ik niet. Weet ik niet bij jou is. Mag het niet of zo? Nee. Niet als het een gemeente is, mag het niet. Ja? En nu ging je er ook in klimmen, hoor ik. Mag het ook niet? Ja, ik weet het niet. Voor mij mag je. Moet ik mee? Nee, waarom moet ik mee? Ga ik mee? Nee, nee. Hoeft niet mee. Het gaat mij er even om dat we even weten wie jij bent. En dat je weet dat je niet in de palen mag klimmen. Ja, voor mij mag je op zich wel in de paal klimmen. Dat maakt niet zo uit. Moet je jezelf ook weten. Maar je moet hem er niet uittrekken. Ik wil paaldansen. Mag dat ook niet? Van mij wel. Doe het, zou ik zeggen. Geef je op voor een paaldanscursus. Ja? Nou, geef me een box, al dit beter, want ik weet niet wat je met Jan doet. Oké, dankjewel. Succes mee. Mooi dag. Ja, zeker. Thank you.
We zijn nu op een adresje aangekomen en dit was wel een bijzonder adres, toch Danielle? Want wat wilde je laten zien? Ja, ik wil hier een jeugdige laten zien uit mijn wijk. Ja. En die ben ik anderhalf jaar terug ongeveer is die op mijn pad gekomen. Mm-hmm. Die is al iets van 16 keer uit huis geplaatst. 16 keer? 16 keer. Wow. Sommige jongeren die je tegenkomt, die raken je op een of andere manier. Ja. Deze heeft ook echt een speciaal plekje in mijn hart. Mm-hmm. Ik weet ook zeker, zolang als ik hier werk, zal ik daar ook echt regelmatig even een bezoekje bij doen. Ja. Je moet je voorstellen dat je dan niemand hebt en dat je gewoon 16 keer uit huis wordt geplaatst. En dat je dan alleen op een kamertje zit. En dan vind ik het gewoon tof om deze jongeren te coachen. Ja, ja en dat past natuurlijk wel bij je rol als jeugdagent. Ja, zeker weten. Wat is er gebeurd als ze zo vaak uit huis geplaatst is? Geen moment, hè? De ouders zijn allebei uit beeld. Mm-hmm. Mijn moeder is al overleden. Deze jongen is al verslaafd geboren. Slaafgeboren. Ja, dus op het moment dat je moeder zeg maar gebruikt tijdens de zwangerschap en je bent geboren, dan ben je gelijk al verslaafd. Dus die moest in een hangmatje liggen in het ziekenhuis en die moest daardoor een soort van leren ontspannen opnieuw. Afkicken terwijl je eigenlijk nog in je leven net gaat beginnen. Zeg maar. Klopt, ja. Dus je bent dan altijd gevoelig voor alcohol en drugs, zeg maar. Zo moet je een beetje zien. Dus iedere keer dat je het aanraakt, dan ben je gelijk alweer verslaafd. Zo, we gaan nu even richting de woning. Het is eventjes afwachten of we iets wel of niet kunnen laten zien. Uiteraard met toestemming van de betrokkenen. Ingrijpend verhaal, ingrijpende situatie die deze persoon in het verleden heeft meegemaakt. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe het gaat, wat we gaan horen en wat hij gaat vertellen. En ja, misschien kan ik jullie meenemen erin en wil hij wat op beeld vertellen. Of misschien niet, maar dat gaan jullie zo zien. Want voor sommige mensen weten bijvoorbeeld niet wat lijn 5 is. Het is een instantie. Ja. Ja, dat is een instantie. Maar wat is een instantie? Ja, een groepsinstantie. De jongeren die hier wonen zijn allemaal uit huis geplaatst, hè? Ja, of in ieder geval die niet lekker thuis gaan. Nee, iedereen hier is uit huis geplaatst. Dit is dan een behandel KTC. En je hebt ook gewoon KTC. Waar staat dat voor, weet je dat? Hier heb je ook behandeling. Hier is behandeling verplicht. Ah, oké. Dus, en KTC is voor kamertrainingscentrum. Oh, ik wil zeggen, kamertrainingscentrum. Ja. Ja. Dus dit is zeg maar een stap voordat je op jezelf gaat. En zo, je wordt dan begeleid, zeg maar, dan krijg je hulp in. Wat begeleid is echt alles? Of alleen bepaalde dingen? Of nou, hier vooral is het met 18 plus zaken. Iedereen wordt hier wel 18. Dus dan is het gewoon kijken of dat je kan werken. Zo niet gaan ze helpen met uitkeringen aanvragen. En met andere dingen zoals als je niet kan koken, dan gaan ze je daarmee helpen. En gewoon je zorgverzekering, dat soort dingen. Dus eigenlijk allemaal een beetje dingen die je moet kunnen om uiteindelijk op jezelf te wonen. En hoe lang zit je nu hier? Hier? Ik heb net een evaluatie, 3,5 maand nu, zoiets. En zit er ook een eindtijd aan? Ja, volgens mij is het een jaar, maar dat is bijna overal. Je kan bijna nergens langer dan een jaar zitten, dan word je eruit gedonderd. En dan krijg je een soort van verlenging nog eventueel? Ja, ik heb sowieso jeugdzorg tot mijn 20ste, want ik heb reclassering tot mijn 20ste. Jeugdreclassering van safe, dus jeugdzorg komt er dan ook bij kijken. En verder. Ik weet niet, misschien zit ik na mijn 20ste nog wel in, maar dat is over 2 jaar. Dus ik heb niet zoals zien of dat ik er dan nog steeds in zit. Nee, dan tegen de tijd... Heb je eigen huisje. Ja, dat zou echt wel top zijn. Ja. Ja, en dag bij dag. Ik bedoel, het is ook, weet je, sommige mensen die worden in een wieg geboren en dat gaat er allemaal lekker natuurlijk. En sommige die worden in een wieg geboren waar je gewoon... Die worden verslaafd geboren in een wieg, ja. Dat ook nog. Ja. Maar goed, dan is de weg gewoon net even anders. En een omweg is ook niet verkeerd. Sommige mensen sprinten door het leven. En anderen doen het gewoon een beetje op deze manier. Ik beklim de Mount Everest onderweg. Ja. Ja. Bedankt meneer. Hoi. Hoi. Nou heb ik even een aantal dingen. U heeft geen licht. Ja, deze. U zit met uw telefoon in uw handen. Ja. En volgens mij kwamen we ook nog eens van rechts. Oh, sorry. Dat is niet zo'n mooie... Ik heb een bestelling. En die mensen zijn al lang aan het wachten. Ja, dus dan gelden alle verkeersregels niet meer. Of... Hallo meneer. Ja, voorstellen. Ja, Willem. Heb je mijn collega afgesproken net? De politieagent die net was, waar is hij nu? Dit heeft hij allemaal meegenomen, gezondheid te krijgen. Die twee heeft hij meegenomen, de tas heeft hij betaald. Schoenen heeft hij betaald. Hij is in een andere winkel ook, wie is er hier? Hallo. Zullen we zijn van JD, daar heb ik een handje van en de andere twee spullen heeft hij geen bon van. Die broek heb ik op wil dat hij die weer stopt. Oké, ja, dat kan ik niet van maken.
Do you have something with you? Which is sharp? Do you have a mother? Ja? Mother? Ja, mother? Nee. Nee? Een vader? Nee? Geen ouders? Alleen jij? Oké, okay, maar wie zorgt er voor jou dan? Want jij bent 17. Niet oké, okay. Ik wil weten wie er voor jou zorgt. Kom, we zien het ook. Ja. Ben je vaker op het politiebureau geweest? Is het de eerste keer dat je bij het politiebureau komt? Is hij vergeten? Ja, deze meneer zegt heel weinig, dus ik geloof je gelijk. Ik zet u op de luidspreker, staat die meneer... De meneer staat nu naast me, dus goed, kan u horen. Wow. Kunt u aan meneer vragen dat hij weet waarvoor hij aangehouden is en of hij een... Oh, je hoeft niet hard te drukken. Heb je ook naar vingers genomen, toch? We zijn straks weer terug, ja? Kom maar even water brengen. Ja. Nou, deze meneer is aangehouden, zoals jullie eerder konden zien, voor winkeldiefstal door de beveiliging van de winkel. Nou, dan wordt de politie gebeld. In dit geval hebben wij de verdachte ook overgenomen. En die wordt dan naar het politiebureau gebracht en ingesloten. In dit geval was het een minderjarige verdachte. En sprak hij ook geen Nederlands. Dus we hebben een tolk moeten bellen om het een beetje te vertellen wat allemaal gaat gebeuren. Hij wordt straks ons voorgeleid. Maar we hebben nu ingesloten. We hebben ondertussen even een ID-staat zoals het heet. Dus we hebben de identiteit geverifieerd en op het zogenaamd procesverbaal en via de ID-zaal. Dat hebben we nu allemaal gedaan. Nu gaan we onze bevindingen op papier zetten, de aanhouding op papier zetten. En we zijn het overleggen met in dit geval de begeleiding van deze jongen, dat hij minderjarig is, om te kijken wat er verder nog moet doen. En uiteraard nu nog voorgeleid worden. En, maar goed, genoeg te doen nog. We gaan even wat tikken. En dat is gewoon winkeldiefstal. We zitten inmiddels weer in de auto en het heeft ongeveer bijna 2 uurtjes geduurd voordat we klaar zijn. Je hoort vaak in het nieuws capaciteitsproblemen en allerlei dat soort dingen met de politie. En dit is eigenlijk wel een heel duidelijk zichtbaar moment, want zeker met de collega's die hier dagelijks mee te maken hebben, er zijn zoveel winkeldiefstallen, ook vandaag weer. Als ik hoorde net van de collega's op de afhandelingunits en de collega's die bijvoorbeeld de afhandeling doen van die winkeldiefstallen, hebben ze er 7 gehad. Nou, je moet je voorstellen als een verdachte binnenkomt, en er waren heel veel minderjarige verdachtes, ze moeten ingesloten worden, ze moeten voorgeleid worden bij AVJ, ze hebben een advocaat nodig, de ouders of familie moet in kennis gesteld worden. Nou, de verzorging van de verdachten moet gedaan worden, dus dan moeten ze gehoord worden. Nou, dan moet het OM ernaar kijken, nou, dan wordt er een beslissing genomen. En dat kost enorm veel tijd. En ook nu zag je dat er gewoon de complete dienst van Utrecht Stad zat alleen maar binnen met winkeldiefstallen. Ja, dat is eigenlijk te bizar voor woorden. Dus dat proces, dat is echt gewoon... En soms dan denk je, oké, okay, iemand heeft gestolen, dat mag niet. Ja, kijk, en als het nou om heel veel geld gaat, of echt heel veel goederen, ja, dan is dat, weet je, dan snap ik dat misschien iets meer. Soms gaat het om een eurotje of 2 euro's. Ook niet goed, hè? Dat begrijp ik niet verkeerd, ook fout. Maar die proces, jongen, dat is echt bizar. Nou, zo, dat was mijn klaagmomentje. Maar goed, we zijn dus 2 uur bezig geweest om een winkelboef af te halen. Dit geval was ook een minderjarige die we hadden. En die sprak ook nog niet eens Nederlands, dus ook nog met een tolk. Hoop gedoe. Gaan we nu maar weer naar buiten. Ja. Ik mijn frustratie weer kunnen uiten. Maar het is toch wel een beetje de... Ja, het is toch frustrerend als politie rent. Ja, zeker. Ik bedoel, je wil bij de politie om boef te vangen. En zoals ik zei, natuurlijk, winkeldiefstal is gewoon een misdrijf. Maar ja, als je elke dienst alleen maar binnen zit met dit soort... Maar je moet blijven, daar doen we het niet voor, nee. En we waren zo goed bezig, zo lekker wijkgericht werken op jeugd. Ja. Krijg je heel veel energie van. En ja, als je dan onderbroken wordt, dan is dat af en toe even aan domper. Maar goed, we hebben nog 1,5 uur ongeveer, dus we gaan nog eventjes naar het verkeerslicht kijken. Ik heb even nog een leuke melding of iets kunnen oppakken of nou, gaan zien. De zadel eraf te halen? Ja, is goed. Is een fiets. Bedankt, heren. We hebben blijven staan? Ja. Meneer. Hij hoeft er niet bij te zijn. Gaan we al dit? Omdat je ons aanspreekt over die swapfiets. Ja, ik wil even kijken wat je nu doet. Maar ik heb 3 jaar lang bij swapfiets gewerkt, dus ik ben helemaal aan het demonstreren hoe een swapfiets werkt. Was dat een vastfiets? Ja. Oké, okay, wij dachten dat is niet jullie fiets, maar... Ja. Nou ja. Ja, ik zag hem. Nee, het ziet inderdaad wat je verhaal klopt. Oké, okay. Nou, ik even checken. Wat over een afstandje ja, van hier naar ja, doen? Ja, snap ik. Dus, hey heren, wij gaan verder. Veel plezier en geen stand bier, hè. Hi.
kijken? Ja, nee, hi. Zo, daar zijn we weer. Ja, we zijn op Ravenhoorn geweest. Weet jij daar? Gaan we mee? We gaan even hier de wijk in. Wat komt voor dan? Dat is weer fijn af. Blijven staan. Hoe zo ga je dat doen? Ja. Ja. Ik zie opeens een auto zo op het bospad op me afkomen. Ja, dag. Ja. Wij zien op afstand al dat jullie vuurwerk aan het afsteken zijn. Dat vuurwerk? Is vuurwerk. Nee? Nee? Wat was dat dan? Dat is een oud kerstboompje. Wat zeg je? Dat we hadden een oud kerstboompje. Oké, okay. Ja, die jullie in de fik willen steken. Ja, maar we willen geen brandsticht of zo. We willen afsteken. Gewoon een week. Dat hebben we vaker nog een slim hebben, weet je nog? Ja, dat is geen slim. Nou Erik, wat vond jij ervan? Mooie dienst, mooie dienst. Meldingen. Was leuk. Ga je op de motor weg? Ja, ik ga zo door. Kijk, GoPro'tje al op. Mazzel. Kijk, goed door. Neem alle gekheid op een stokje. De dienst zit erop, Daan. Ging het? Ik vond het super leuk dat jullie mee waren. Nou, oh ja, jullie, als jullie het leuk vinden, dan kunnen jullie een ander keertje nog een keer mee. Erik was achter de schermen natuurlijk ook ja, mee. Ja, echt, was gezellig. Maar even serieus vraag. We hebben nu echt wel veel meer wijkgericht gewerkt, toch? Als ik zo zeg. En dan vooral op jeugd. Is het een beetje hoe een jeugddag er dan uitziet of een wijkdag? Ja, nou, er komt normaal wel veel meer bij kijken. Nu hebben we natuurlijk in de latere dienst zijn we veel op overlastplekken geweest in de wijk. Dus je ziet wel dat burgers daar gelijk goed op reageren. Ja. Nou, dat heb je natuurlijk een aantal keer gezien. En ik had natuurlijk nog wel veel meer kunnen laten zien. Maar door de meldingen die tussendoor kwamen, hadden we daar niet altijd de tijd voor. Dus dat is wel jammer. Nee. Maar het is wel leuk om bijvoorbeeld nog een keer mee te gaan naar scholen. En ik denk dat jouw invloed daar natuurlijk ook wel zeer gewenst is. Ja, dat kan af en toe wel grappig zijn. Ja. Dus ik zou nog veel meer kunnen laten zien. En ik zou er ook nog wel een keer meer over willen vertellen. Nou. Maar wie weet komt het nog een keertje. In ieder geval, vast doen. Ja, want ik denk dat. Oh, sorry. Ja. Ja? Nee, ik wil zeggen, alvast, bedankt, dat is helemaal netjes. Ja, daar. Maar dat was ook wel even, want anders denken mensen ja, maar. Nu was het inderdaad vooral jeugd op straat zoeken, bekende plekken, contact maken en zo. En dat is natuurlijk maar een heel klein ding, want ja, ik weet het dan toevallig wel. Maar heel veel dingen zijn ook heel veel overleggen. Ja. Misschien voor zichtbaar is dat minder leuk, maar dat zijn hele belangrijke processen. Ja, wat er ook bij horen. Dus het is echt wel meer dan alleen maar op straat aanwezig zijn. Ja. Maar goed, om het niet langer te houden, dan gaan we nog wel een keer in dienst plannen. Dan gaan we er weer wat leuks van maken. En dan bedanken wij weer jullie voor het kijken. En dan laat even een duimpje achter en tot de volgende keer. Doei doei. Doeg, Erik. Doei. Hallo meneer Schuring. Leuk, hè? Meneer Schut, bent u er weer? Ja, ben er weer. Wij gaan naar huis. En wat ga jij doen? Ik ben net begonnen met de nachtdienst. Ik heb net de collega's gebriefd. Dus jij gaat ons overnemen. Opkoonnacht? Ik ben opkoonnacht vanavond. Oké, nou ik ga nog even mutatie tikken, dus ik wens jou veel... Heb je papierwerk? Klasse jongen.